Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is een tijdje geleden dat ik video's heb gemaakt, maar ik ben weer helemaal terug op YouTube. Ik ben afgestudeerd en nu kan ik gewoon weer lekker focussen op video's maken, want ik doe niks liever. En in deze video ga ik je laten zien hoe je een vision board maakt. En de reden waarom is omdat ik eigenlijk nog nooit een vision board heb gemaakt, maar het wel een hele effectieve tool is om te visualiseren wat je wil bereiken in het leven. En dat klinkt misschien allemaal heel erg wazig en glazen bolachtig, maar ik beloof je, als je dingen kan visualiseren, kan je die dingen ook bereiken. En dat gaan we dus vandaag in werking brengen. Ik heb als voorbeeld gewoon de allerhande gepakt. Maar een vision board is dus eigenlijk een collage van afbeeldingen, woorden, kunnen ook zinnen zijn, met allerlei associaties die jij in je leven wilt bereiken. Dus stel dat jij een huis wil kopen, dan kun je mooi een VT Wonen magazine pakken en daar dus je ideale huis of bank of inrichting uitkiezen en dat op het vision board plakken. En het doel hiervan is dat je dus eigenlijk door middel van die plaatjes dingen meer kan visualiseren. We hebben heel vaak doelen die we voor ons stellen, die we voor onszelf bedenken, maar die doelen zijn heel erg vaag. De meeste van ons schrijven ze nog wel eens op, maar zelfs ik doe dat niet. En dat is niet per se slecht, maar ik heb wel eens gehoord dat als je je doelen opschrijft, desalniettemin visualiseert door zo'n vision board, dat je ze dan ook veel vaker en sneller bereikt. Goed, wat heb je nodig om een vision board te maken? Allereerst een schaar om de dingen op je vision board te plakken. Ik heb hier wat oude verjaardagskaarten van mij. Ik ben 1 juni jarig geweest, maar wellicht dat ik sommige plaatjes of sommige woorden kan gebruiken. Daarnaast heb ik wat magazines die in mijn kast lagen en die ik van mijn huisgenoot heb gekregen. Ik heb 2 allerhandes. Want ja, hier staan allemaal plaatjes in van eten, maar ja, eigenlijk ook heel veel andere dingen. Nou, eigenlijk alleen maar eten. Maar ja, dat is ook een belangrijk onderdeel van mijn leven, dus vandaar de allerhande. Maar ook een magazine van de LOE over carrière, dus ik denk dat dat ook wel een hele fijne is voor het vision board. Ik heb hier nog een magazine van VT Wonen. Volgens mij deze ook al best wel oud. Maar dat maakt allemaal niet uit. Je kunt zoveel tijdschriften pakken als dat je zelf wilt. Het belangrijkste is dat er gewoon tekst in staat en leuke plaatjes. Nou, dat is wel minder leuk. Wat je dan nog meer nodig hebt, naast dus magazines, schaar en eventueel oude kaarten, is een marker. Een zwarte heb ik gekocht. Ik geloof niet dat die heel dik is. Oh, die zit nu al aan mijn vinger. Toppie, een kleine is dit waarop ik nog dingetjes bij kan schrijven als ik dat zou willen voor op mijn vision board. En ik heb een kleine printstift gekocht. Ik heb daarnaast nog dit blok gekocht. Ik heb namelijk geen printer en ik was eigenlijk op zoek naar een mooi wit A4. Deze is iets steviger geloof ik dan de normale A4. En het heeft helaas wel van die karteltjes, dus dat moet ik er dan afknippen. Als je alle benodigdheden hebt voor een vision board en je hebt de grote schaar in de buurt en alle magazines en dat soort dingen, dan is het tijd om alle tijdschriften door te gaan lezen en te kijken welke afbeelding of welk woord of welk zin of welk figuur of symbool jou aanspreekt en wat dat met je doet. Het klinkt allemaal super zweverig, alsof ik een glazen bol heb en aan hekserij doe, maar dat is het niet. Ik zal eventjes een voorbeeld geven. Ik pak even het magazine van de LOE en ik kijk even snel doorheen. Nou, hier staat bijvoorbeeld een zin. Dat ik niet hoef te kiezen is een luxe. En dat is wel bijvoorbeeld iets dat mij aanspreekt. Ik zou graag in de toekomst niet hoeven kiezen tussen wat ik leuk vind en wat mijn passie is. Want ik sta nu bijvoorbeeld heel vaak voor de camera. Maar ik vind het ook heel erg leuk om ondernemers te helpen. Dus ja, dat ik niet hoef te kiezen is voor mij ook echt een hele, eigenlijk een relevante en een zin waar ik associaties mee heb. En waar ik graag naartoe wil in de toekomst. Dus zo moet je er eigenlijk een beetje naar gaan kijken. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga al deze stapels magazines ga ik doorzoeken. En dan ga ik eerst de plaatjes selecteren die mij aanspreken. Die leg ik op een stapel. En daarna ga ik het op mijn vision board plakken. Dus, let's go! Wat ik nog eventjes wilde zeggen als pro-tip is dat als je bijvoorbeeld een plaatje ziet waar je dus een associatie mee hebt of waar je een goed gevoel bij hebt. Ik heb toevallig dit plaatje, want dit plaatje heb ik
dit plaatje, deze camera heb ik zelf gekregen voor mijn verjaardag toen. Dus daar heb ik een hele positieve associatie mee. Maar voordat je dit bijvoorbeeld helemaal uitknipt, kan het ook zijn dat op de achterkant nog iets staat wat je bijvoorbeeld kan gebruiken. Dus scheur dan gewoon de hele bladzijde eruit. Want ja, anders ben je dit stuk aan het uitknippen en dan knip je straks door een heel stuk leuke tekst heen die je ook op je vision board kan gebruiken. Ik heb trouwens nog een tip voor als je dus een vision board gaat maken. En dat is, stel dat je dus die hele hoop met plaatjes hebt. Je kan natuurlijk nooit alles op die ene witte A4 krijgen. Dus maak even een overzicht van, oké, waar heb je echt een goed gevoel bij? Die leg ik dus hier. Welke zouden er eventueel nog bij kunnen? Die leg ik daar. En welke zijn een beetje, mwah, die heb ik hier gelegd. Zo hou je dus overzicht en kun je dus bepalen welke dingen dus wel op je vision board komen en welke niet. Zo, ik geloof dat ik nu ongeveer al 1,5 uur verder ben. Maar echt jongens, dit is zo chill. Dit is zo rustgevend. Ik heb denk ik al, nou zeker meer dan 1,5 uur niet op mijn telefoon gekeken. En ik ben gewoon lekker aan het knippen en aan het plakken. Als een klein kind lekker bezig met mijn vision board. Waar al mijn dromen, doelen, citaten, woorden, inspirerende quotes, zinnen, leuke plaatjes op staan. En ik ben dus bijna klaar en ik heb hier nog een aantal dingetjes die ik er dus wel wil in verwerken. Zoals achter je kansen aan en YouTube. En ik ga nu nog eventjes de allerlaatste woordjes erop plakken. Zo, daar ben ik weer en mijn vision board is nu eindelijk helemaal af. Ik heb geen idee hoe lang ik hier aan bezig ben geweest. Ik gok ongeveer 2,5 uur, maar ik moet ook wel zeggen dat ik echt mijn best heb gedaan. Dus, ik ga hem even aan jullie laten zien. Goed, dit is dus mijn vision board en ik ga eerst even de belangrijkste dingen uitleggen. En als je nog vragen hebt over de details, kun je dat altijd stellen in de reacties. Het allereerste wat je ziet is dus het grote woord video. Bij mij draait heel veel om video, mijn bedrijfsvideo, ik hou van video. Ik adem video, ik bloed video. Video is echt mijn alles. En ik vind het heel erg belangrijk dat daar authenticiteit in is. Dus dat je je echte zelf bent en dat je niet allerlei dingen gaat verzinnen of jezelf anders voor gaat doen. Wat ik net al zei, ik zit in een beetje een moeilijke positie met mijn huis. Dus vandaar dat ik nieuw huis heb opgeschreven. Dat betekent niet dat ik een landgoed kan kopen. Dat zou ik wel graag willen, maar dat kan ik niet. En ik ben ook bezig met een nieuwe bedrijfsnaam, een nieuw aanbod. En het lijkt me ook leuk om binnenkort een cursus te volgen. Dus dat is een beetje waar ik nu naartoe werk. Daarnaast heb ik nog belangrijke hier dingen neergezet, zoals doorzetten en fouten maken. Ik ben echt een enorme doorzetter, maar daarin is het wel belangrijk dat ik dus fouten durf te maken. Dus vandaar dat deze er best wel groot staan. Zo, dit is dus mijn uiteindelijke vision board dat ik heb gemaakt met mijn dromen, doelen, associaties, dingen waar ik voor sta, dingen waar ik mee bezig ben en alle dingen die ik dus heel erg belangrijk vindt in het leven. Maar het belangrijkste van zo'n vision board is dat je hem dus op een prominente plek in je huis zet. En ik heb hier al een heel mooi, ja, doel eigenlijk, waar ik elke dag mee opsta. En ik vind dat deze zo wel heel mooi past. Zo, dit was dus de video van hoe je een vision board moet maken in een aantal simpele stappen. En ja, ik vond het echt een superleuk creatief proces. Het is voor mij lang geleden dat ik zo creatief ben bezig geweest. Maar ik vond het echt, het heeft me echt heel erg goed gedaan. Mocht je vragen hebben over de dingen die in mijn vision board staan. Of nog andere tips willen horen over vision boards. Laat het dan eventjes weten in de reacties. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer. Doeg!